Het is best een gek gezicht. Toeristen die op luchtbedjes ronddobberen, terwijl blusvliegtuigen af en aan vliegen voor water. Op sommige plekken mag je daardoor niet varen, maar niet iedereen weet dat. Hier gaat het maar net goed. Honderden brandweermensen proberen het vuur te doven. In het gebied staan veel huizen en campings. Duizenden inwoners en toeristen moesten er zo snel mogelijk weg. Zoals de vakantievierende Timo en Olivier. De eerste avond zagen we al rook komen. En toen in die nacht werd er op de muur gebomd van door een andere Nederlander. Zo van, ja, er komen nu toch wel heel veel Fransen in de auto's naar beneden. We weten nu niet goed wat we moeten doen. Daarna kwamen ook medewerkers van de camping en die zeiden dat we allemaal moesten evacueren uit voorzorg. De camping van de jongens ligt in Zuid-Frankrijk, vlakbij de beroemde vakantiestad Saint-Tropez. Het vuur ontstond afgelopen maandag in een bos daar in de buurt. Ja, dan zag je gewoon boven de bergen vlakbij ons rood licht. Dus van het vuur zag je boven de bergen uitkomen en het rook en zo. De vlammen konden door de harde wind en de droogte makkelijk overspringen. In korte tijd brandde zeker de helft van dit enorme natuurgebied af, denkt de brandweer. C'est un feu, je le rappelle, qui est ultra violent, des vitesses de propagation de plus de 5 km/h dans le massif naturel des Morts. Ce sont des collines, des avennes, donc très difficile pour les sapeurs-pompiers. De jongens zijn met hun ouders naar een plek gebracht waar het veilig is. Toen zijn we gegaan naar gymzalen, waar we op van die hele dunne matjes op de grond moesten gaan slapen. Het was raar en je lag helemaal niet lekker. Het was gewoon geen bed. Ja. Het was gewoon alsof je op de grond lag. Ja. Tot nu toe is 1 persoon om het leven gekomen, meer dan 10 mensen raakten gewond. De Franse president Emmanuel Macron kwam naar het gebied toe voor steun en troost. Et nous ne déplorons pas aujourd'hui de victimes et nos sapeurs-pompiers sont aussi continuent à être au combat mais ont pu stabiliser la situation. Tot nu toe zijn 2 personen om het leven gekomen en meer dan 10 mensen raakten gewond. Of er nog gekampeerd kan worden, is dus nog onduidelijk. Ja, dat weten we nu nog niet, want eerst moeten we weten of het vuur geblust is en we terug kunnen naar de camping. Maar we denken dat we wel misschien nog terug naar de camping kunnen.